Hi, welkom bij weer een nieuw filmpje van Sam van Silhouette Schoenen in Rotterdam. De winkel met de leukste en de meeste hoge hakken per vierkante meter. Hey, en vandaag voor jullie in de spotlight deze superleuke blokhaksandalen met dat gave strassornament aan de voorkant. Ja, en ik word hier heel blij van. Het kan maar eigenlijk niet gek genoeg. Glitters, veren, steentjes, strasjes, vrolijke kleurtjes. Ik ga daar wel op aan. Ik vind dat wel heerlijk. En deze zijn gewoon hartstikke leuk voor een feestje. Maar die kun je lekker daarna ook nog doordragen. Ik ga ze even van je laten zien. We beginnen even met die fijne blokhak in het zwart. Nou, als je kan zien is het eigenlijk een heel simpel sandaaltje. Bandje over je tenen, blokhak, smal enkelbandje en set toe. Heerlijk. Het hoeft allemaal niet zo heel uitgesproken te zijn. Want eigenlijk het enige wat de aandacht naar die schoenen toe trekt is deze fantastische band met die mooie fonkelende steentjes. Ja, en kijk even wat ze doen. Ik hoop dat de camera het goed oppakt. Het zijn allemaal hele kleine, minuscule steentjes. En die steentjes, die absorberen het licht wat in die steentjes reflecteert. Dus eigenlijk afhankelijk van wat je boven aan hebt. En de lichtval, die zorgt ervoor dat die kleurstelling een beetje terugkomt in die steentjes in die schoenen. En dat is echt super leuk. En deze blokhak, die heeft een mooie bolle band. Kijk, als je hem vanaf de zijkant ziet, dan zie je dat die band, die staat wat boller. Het is een soort van puft band, zeg maar. En daar heb je helemaal geen last van als je ze aan hebt. Want aan de onderkant bij je tenen is het gewoon zacht, soepel en plat. Dus een heerlijk schoentje met voor de decoratie een mooie puffband. En aan de onderkant gewoon lekker zodat het niet schuurt. Een mooie gevoerde met suede look materiaal. Zodat het niet vervelend zit bij je tenen. Superleuk sandaaltje. Hebben we ook in een hele mooie nude versie. En ik hou ook van deze kleur nude. Sterker nog, ik ben een groot fan van nude in hoogglans. Zoals dit. Want als je een nude sandaaltje hebt in een matte uitvoering, dan wordt het al snel een beetje gelig. En dan toont het vaak, afhankelijk van de toon van je huid, een beetje flats. Dus vaak kun je beter, als je een sandaaltje pakt, een open schoentje pakt in het nude, gaan voor een lakje dan voor een matte versie. Want dan heeft het net wat meer bite. Want anders wordt die snel te veel richting beige. Of te veel richting een beetje dat gelige materiaal. En dat is niet bij alle huidtypes een hele mooie combinatie. Deze kleur daarentegen, die kun je aan als je net als ik een heel bleek velletje hebt. Maar deze is natuurlijk ook prachtig als je een kleurtje hebt. Want dan accentueert nog meer die steentjes jouw gekleurde benen. Ja, het is een fantastisch gezicht. Ik hou ervan. Want dit is natuurlijk ook bij uitstek een schoentje wat je heel goed kunt combineren met leuke, vrolijke, zomerse jurkjes in allerlei gezellige kleuren. Maar die kan je natuurlijk ook aan naar die bruiloft, naar dat gala, naar dat afstudeerfeestje, naar die diplomering, waar je gewoon niet zo goed weet op wat voor ondergrond je uitkomt. Want als je met deze heerlijke blokhakken gewoon lekker over een grasveld of over een grindvloer moet struinen, is er niks aan de hand. Dus dat is wel heel erg fijn. Ook een toffert, ja, en ik ga heel goed op roze, is deze. Het is bijna matching met mijn shirt. Het is er niet op uitgezocht vandaag. Deze toffe fuchsia hak is echt een heerlijke statement hak. Ook weer met die mooie transparante steentjes. En doordat hier zeg maar die fuchsia roze ondergrond onder zit, geeft deze ook een toffe roze gloed. En dan denk je misschien, Sam, wat moet ik nou in vredesnaam met een roze blokhak? Nou, die kan je eigenlijk nog best wel heel vaak aan. Want zo'n leuke roze tint kun je natuurlijk dragen lekker als een soort statementkleur. Onder bijvoorbeeld een little black dress. Of onder juist een wit jurkje. Of onder een goede denimblauwe jumpsuit. En dan hoef je alleen maar een accessoire te kiezen in het roze. Of bijvoorbeeld je nageltjes te lakken in de kleur van je hakken. En dan ben je ready to go. En eigenlijk is dit ook een mooie kleur die je kan combineren met heel veel andere tinten. Want je zou dit bijvoorbeeld kunnen dragen met een jurkje of een blouseje of iets dergelijks. Waar allemaal verschillende roze tinten in zitten. Lichtroze, donkerroze, fuchsia, magenta. Je kan het allemaal combineren met een roze hak. Ook super leuk, wat je nu veel in de winkel ziet, veel paars tinten en blauw tinten, is ook super tof om dat af te maken met een roze hak. Dat geeft net echt wat meer kracht aan je outfit en daardoor staat het ook super leuk. Hey, en dan heb je net deze leuke hakken gekocht voor een feestje. Ze zijn €37,95, dus die kan je bijna niet. Nou ja, als je ze 1 of 2 of 3 keer aangehad hebt, dan heb je er al de kost per wear uit. En die is dan eigenlijk een beetje de prijs van een rozeetje op een terras op dit moment. En deze roze blokhakken kan je daarna gewoon natuurlijk lekker ook nog dragen. Onder die beruchte en beroemde simpele spijkerbroek met die mooie witte of shouldertop. Of juist met die goede denim broek en dan het leuke zwarte blouseje. Kan je dit gewoon lekker doordragen. Net als die andere twee kleurtjes. Die zwarte en die nude versie. Ik ga ze nog even 1 keer aan je laten zien. Superleuk voor een feestje. En ook super leuk om daarna lekker door te dragen. En bijvoorbeeld lekker strakjes, als het zonnetje lekker gaat schijnen en je gaat nog lekker op vakantie, knal ze lekker in je vakantiekoffer. Want ook op dat dorpje met die fijne ondergrond kun je dan lekker met die stevige blokhak uit de voeten op jouw vakantiebestemming. Nou, je vindt ze natuurlijk allemaal in onze webshop silhouette.nl en in onze winkel in Rotterdam, waar we van dinsdag tot en met zondag voor je klaarstaan.
Tot snel. Fijne dag.